myself, bitch. En misschien zijn deze vijf wel interessant voor Angela. Ze verdienen de kost als danseres. En nu gaan ze zingen. Ik ben Zeni, 23 jaar. Rianne, 28 jaar. Anastasia, 23 jaar. Femke, 23 jaar. Chimène, 25 jaar. Jou kende ik al, want jou heb ik de afgelopen maanden iedere vrijdagavond gezien, zo ongeveer. Ja! Want je danst bij een andere talentenjacht en jullie zijn eigenlijk allemaal uit de danswereld een beetje, hè? Hoe is deze groep nou bij elkaar gekomen? Nou, eigenlijk is het begonnen met mevrouw Chimène. Die had het idee van, we moeten een leuke meidengroep bij elkaar rapen eigenlijk. Maar jij zag een soort gat in de markt of zo. Je denkt, Nederland heeft behoefte aan een meidengroep. Ja, maar ja, persoonlijk hou ik heel erg van meidenbands. En inderdaad, een soort van gat in de markt. Er is nog niet echt een meidengroep die danst en zingt. En gewoon alles uit voor een show doet, zeg maar. En als het om show gaat, dan hebben deze vijf alles mee. Ze hebben die X-factor. En wat was de naam ook alweer van jullie fijne meidenformatie? Crème de la femme. Crème de la femme. Crème de la femme kent het artiestenvak en de meiden weten wat ze willen. Wat wij zouden willen bereiken is ooit op tournee gaan en onze passies delen met het publiek. Stel je even voor. Wij zijn Crème de la Femme. Jullie komen van de academie, toch? Ja, klopt. Dus jullie kunnen ook nog dansen? Ja. Oh my god! Dit konden de Dolly Dots niet vroeger. Lekker absoluut. Weer. Nou, de toppers ook niet, hoor. De toppers ook niet. Oké, okay, maar jullie wel. Wat gaan jullie zingen? Beautiful Girls. Eigenlijk van Sean Kingston, maar we doen een versie van JoJo. Oké. Okay. Nou, veel succes. Qua act hebben jullie het helemaal, maar er schort nog wel wat aan het meerstemmige zingen. Dat moet je wat simpeler houden en je meer focussen op de lead en de performance, want ja, die was wel heel goed. Ik kan gewoon zien dat jullie veel podiumervaring hebben. Veel danservaring en dat jullie elkaar ook al langer kennen. Dat zie je, dat spat er echt vanaf. Alleen zangtechnisch hebben jullie iets minder ervaring volgens mij. En ja, daar moet echt heel hard gecoacht worden. Wil je dat echt op hetzelfde level krijgen als jullie performance. Dit was ook het verkeerde nummer, te laag. En dan kan je er wel lekker op dansen. Maar ik weet zeker, als je het juiste repertoire zoekt en je maakt de koortjes gewoon overzichtelijk en dan zo'n act. Nou, kan je best ver komen. Nederland is toe aan zo'n groep als jullie. We gaan even stemmen, Erik. Ik zeg ja. Angela. Ik zeg, kijk, straks, als jullie door zouden zijn, dan sta je de allereerste keer in een choruslijn. Doe me een lol, doe dat unisono met z'n allen. Maar heel goed getimed. Dan zeg ik ook ja. Steeds. Ja, er moet nog wel heel veel gebeuren. Ondanks dat jullie een topact hebben, ben ik bang dat jullie te vroeg gaan sneuvelen. Ik zeg daarom nee. Ik moet toch ook heel eerlijk bekennen dat ik ook aan het twijfelen ben. Ja, we zijn bezig met een zangwedstrijd, jongens. Dus ik ga nee zeggen. En dat betekent dat jullie nog een nummer moeten zingen, a cappella. Maar doe het maar lekker zonder dansen, meiden. Want gewoon even concentreren op het zingen. We
way too cool for your boy. That's why it will never work. We'll have you suicidal, suicidal when we say it's over. Yes. Ik ben ook om. Zieke ja. So raise your glass if you Meiden, gefeliciteerd. Door, door, door. Allemaal mensen van dezelfde academie. Het heeft een beetje een fame-achtig gevoel, vind je niet? Oh, wat lekker.